nog steeds met gek aan. Ze komen altijd terug, denk ik. Weet je nog de gebroeders van Doesburg? Ja, ook dat ook. Die zogenaamde verzetsveld, die zijn nu toch jarenlang iedere dag geweest. Ze zaten aan dit taal. Ja. Ze zitten nou op een onder niveau van de overkant. Maar je moet er toch niet aan denken dat de gebroeders van Doesburg hier weer binnenkomen. Dan begint het hele verhaal weer opnieuw. Het huis was gelegen op de Rozengracht, op nummer 136. Links van het huis zat café De Wester, rechts zat het café van ome Jan, en recht tegenover het huis zat slijterij De Kruik. Dat was, als het ware, de magische driehoek van ons verzet. Wij wisten dat, maar de Duitsers wisten dat niet. Iedere dag kwamen er twee Duitse patrouilles langs het huis. Eén om 12 uur 's middags en één om 6 uur 's avonds. Boven in het huis was een dakkapel met een geheim raam erin. Dat raam kon open, maar dat kon ook dicht. Wij wisten dat, maar de Duitsers wisten dat niet. Achter het raam zat Bertus. Bertus had maar één opdracht. Zodra de patrouille aankwam, moest hij zo snel mogelijk Rieders waarschuwen. In café De Wester. Hoe deed hij dat? Hij rende naar beneden en klopte aan met een zeer geheime code. 4 keer lang en 2 keer kort. Lang, 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 kort, kort. Rieders had maar één opdracht. Kort was de sleutelfiguur waar ons verzet om draait. Want wat had Kort onder zijn jas? Een grote geheime bel. Wij wisten dat, maar de Duitsers wisten dat niet. En nou komt het. Als de patrouille van 12 uur langs kwam, sloeg de klok van De Wester toren 12 keer. Dan pakte Kort zijn bel en dan sloeg je een paar slagen bij. En bij de patrouille van 6 uur, sloeg hij een paar slagen minder.